naast mij, de trainer van Sparta Nijkerk voor de komende anderhalf jaar. Want dat is er allemaal gebeurd zo in de kerstvakantie. Simon Ouali, hij kreeg een anderhalf jaar durend contract bij de Nijkerkers. En daar zal hij tevreden mee zijn. En Sparta Nijkerk denk ik ook, anders waren ze er niet aan begonnen. Het begint nu hard te regenen, koud afdouchen voor de spelers. Je hebt er een hoop vandaag op de training. Dat is wel eens anders geweest. Nou, de groep die begint aardig fit te worden, dus wil lekker werken voor een trainer, ja. Daar ben je wel blij mee, dan mag je straks keuzes maken. Ja, zij moeten het zo lastig mogelijk voor maken. Dat is eigenlijk wel belangrijk met zo'n grote groep. Ja, dat de concurrentie moordend is en dan is het alleen beter voor de groep. Het begint zaterdag met een oefenwedstrijd tegen WHC. Dat is ook de enige oefenwedstrijd. Ga je hem dan ook als oefenwedstrijd spelen? Met betrekking wil je iedereen zien? Of is het echt een aanloop naar de wedstrijd tegen Telede? Nou, het is wel een wedstrijd op zich. Een week of vijf geleden hebben we ook tegen WHC gespeeld. En dan is het ook voor ons een soort examenwedstrijd. En dan kijken hoe we eigenlijk als team ontwikkeld zijn. En daar ga ik accent op leggen. We nemen de wedstrijd wel serieus. Je gaat niet 22 mensen aan het werk zien zaterdag? Nee. Ik neem een man of 18 mee. En dan laat ik wel iedereen zo en zo voetballen als de situatie toelaat. Maar goed, voor ons is het wel lekker om aan vertrouwen te werken. Laten we eens ook niet alleen over die wedstrijd, maar een week later begint de competitie weer, tegen Telede dus. Wat valt er nog te halen voor Sparta Nijkerk? Met andere woorden, wat is het doel voor de tweede competitiehoofd? Nou, we weten dat er zijn nog 13 wedstrijden te gaan. Ik kan nog 39 punten halen. En iedere week is een finale. En dan moeten we zorgen dat we iedere week er staan. Kijk, het gaat erom dat de spelers zich goed moeten ontwikkelen. Individueel en als team. En daar gaan we aan werken. En uiteraard proberen toch iedereen lastig te maken en uiteindelijk toch een gooi te maken naar de bovenste plekken. Toch naar de bovenste plekken. Niet voor een periode, maar gewoon nog steeds hoop dat die eerste plek misschien wel in het vizier komt. Nou goed, dat ben je natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren. Wat de tegenstanders gaan doen. En, je hebt niet met één concurrentie te maken, maar je hebt vijf ploegen boven je. En, wij moeten gewoon die gast het erg lastig gaan maken. En wat ik al zei, van week tot week kijken. Precies. De vorige trainer die moest aan het begin van het seizoen een keuze maken tussen twee keepers. Dat heeft hij toen gedaan. Hij heeft gekozen voor Fabian Bouwman. Voor jou komt die keuze nu ook. Dat is misschien een hele lastige vraag voor mij. Maar ben je daar al uit wie er op doel gaat staan tegen Telede bijvoorbeeld? Ja, ik ben eruit. Ja. Nou, u hoeft het verder niet te vertellen, maar dat is geen. Is dat een makkelijke keuze geweest of heb je daar lang over moeten denken? Nee, maar kijk, Fabien die is langdurig geblesseerd geweest. En Kevin Rijnvis die heeft het 4 weken prima ingevuld. En goed, uiteraard krijgt hij de voorkeur. En dat weet Fabien ook. En er is geen twijfel mogelijk. En uiteindelijk moet hij gewoon zien terug te knokken. En Kevin weer aan de andere kant van het veld te zien. Ja, nou, is goed. Over 2 weken dan voor het Echi. Zaterdag nog even een oefenwedstrijdje. Hoe lekker is het dat je weer mag beginnen met wedstrijden spelen? Je bent naar gehunkerd, laat ik het zo zeggen. Ja, je traint eigenlijk 3 keer in de week om wedstrijden te spelen, waar het eigenlijk om het echtje gaat. Ja, voor ons kwam de winterstop net op tijd, wat ik al een paar weken geleden zei, door de blessures en zo. Maar goed, met zo'n groep is het wel lekker om weer de competitie in te gaan. Iedereen is fit en... Was het niet lekkerder geweest voor het gevoel? Want je had het 3 op rij gewonnen. Eerst WHC en toen 2 wedstrijden. Komt die winterstop dan toch wel, ondanks die blessures, nog wel goed uit? Nou, zeker. Het kwam heel goed uit. Want op een gegeven moment zat ik eigenlijk om me heen te kijken op de bank. Dan zag ik eigenlijk mijn collega's alleen. En als je eigenlijk iets moet forceren, ja, waar moet je het mee doen? En nu heb je wel de ruime keuze om eventueel wat te forceren. Om de wedstrijden een andere beeld te geven door je wissels. Dus ja, dan is het logisch dat het wel een winterstop was. Ja, nou,
tegen Ter Leden. Dan begint de competitie weer. Ik heb het al een paar keer gezegd. Daar moet je een opstelling maken. Ben je een trainer die een vast elftal heeft? Of heel veel zich aanpast aan trainers en dan van week tot week kijkt wie er de beste is? Of ga je meer uit van een basis 11, 12 waar je de rest van het seizoen mee wil spelen? Kijk, mij gaat het uiteindelijk om de juiste balans in het team. In zo'n land die er staat, dan staat hij er. In zo'n land de resultaten goed zijn, dan ga ik er niet aan sleutelen. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Ik wens je heel veel succes zaterdag tegen WRC. Bedankt voor je tijd. En dan tegen Ter Leden ook alvast succes. Dankjewel voor je tijd.